Hey, leuk dat je weer kijkt. Het is bijna Valentijnsdag en vandaag laat ik je zien hoe je twee Valentijnskaartjes kunt maken. Eentje voor de echte diehard Valentijnfans en een kaartje wat je een klein beetje met een korreltje zout moet nemen. Ik ga je gauw laten zien hoe je deze kaartjes kunt maken. Hiervoor gebruik ik dit setje craftkaarten. Dit komt van de Action. Het is een setje van 8 kaarten en 8 enveloppen voor 59 cent. En ze zijn er ook nog in een vierkant model. Deze gebruik ik dus en voor de rest van de kaarten ga ik het je afzonderlijk vertellen wat ik hiervoor ga gebruiken. Voor de eerste soort kaart gebruik ik deze hartjespons. Deze komt van de HEMA en hiermee druk je dus een hartjesvorm uit een stuk papier. Het papier wat ik hiervoor ga gebruiken is van de Doe-het-zelfzaak. Dit zijn eigenlijk staaltjes met kleuren verf, maar je kunt natuurlijk ook gewoon gekleurd papier gebruiken. Ja, en dan is het eigenlijk heel erg simpel. We gaan uit dit papier dus hartjes sponsen. Als je genoeg hartjes geponst hebt, kun je ze op je kaart gaan plakken. Ik gebruik daar het liefste een lijmstift voor. Je kunt ervoor kiezen om een kleurverloop in de hartjes te maken of juist alle kleuren gewoon door elkaar te doen. Of juist als je ze heel geordend neerlegt. Je kunt ervoor kiezen hier nu een mooie tekst onder te schrijven of iets als So Much Love, omdat je zoveel hartjes hebt. Zelf ga ik er dus een tros ballonnen van maken, dus ik maak allemaal van die lijntjes, van die touwtjes vanuit de ballonnen. Van bijpassend washi tape heb ik nog een strikje gemaakt en die plak ik erop. Zo, het eerste kaartje is af. Er zijn ook veel mensen die Valentijnsdag een beetje commerciële onzin vinden, wat ik ergens ook wel een beetje begrijp. Dus dit kaartje is een beetje voor die mensen, maar toch wel een beetje een knipoog. Want ja, je vriend of vriendin vindt het misschien wel heel erg leuk om toch een kaartje te krijgen. Of je wil misschien toch een lief gebaar geven. Daarvoor is dit kaartje dus. Dit kaartje ga ik vooral schrijven en hier gebruik ik het liefst fineliners voor. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Ik hou niet van gedichten, maar ik ben gek op jou. Dit zijn ze dan, de twee kaartjes die ik vandaag heb gemaakt. Een versie voor iemand die dol is op hartjes en rood en roze en liefde. En iemand die wel heel graag iemand blij wil maken met een kaartje, maar niet zo van die toestanden houdt. Ik hoop dat jullie de humor er een beetje van in kunnen zien. Natuurlijk kun je zelf er ook nog voor kiezen om de enveloppen die erbij zitten te versieren met bijvoorbeeld washi tape. What else? Of leuke stickertjes met love erop of andere Valentijn gerelateerde dingen. Of misschien wel stempels zoals deze set van de Action. Daar zit ook een love stempel in. En dat kan je natuurlijk gewoon helemaal zelf bepalen zoals jij het wil. Ik hoop je in ieder geval deze keer ook weer geïnspireerd te hebben. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Wil je meer van mijn video's zien? Dan kun jij je geheel gratis abonneren op mijn kanaal. En ik zou het heel erg tof vinden als je deze video een duimpje omhoog geeft. Daar maak je mij heel erg blij mee. En ik hoop je natuurlijk de volgende keer weer te zien. Bedankt voor het kijken. Doeg! Dit is een kleine life hack. Is papier van de do-it-yourself zaak. Nee, dat heet niet do-it-yourself zaak.